Eerlijk? Verzamel je die? Hey, leuk. Ik heb onder het voorbeeld van de stoelbaan. Ik had mijn rechterbeen op vier plaatsen gebroken. Geen been, knie, bovenbeen en koker en kommeren. Oké. Mijn bekken op vier plaatsen, 1, 2, 3, 4. Met een bil, mijn linkerbil, die waren helemaal kwijt. Vanaf hier, dus tot door, die bel nog op in de rug. Alle twee de bovenarmen getrokken. Deze op twee plaatsen, die verbrijzen. Een duim eraf. Nou ja. En ja. Kijk door. Dat is te net, hè. Ik was zo rechts als er nog iemand rechts zijn kan. Dus ik deed eigenlijk alles rechts. Ja. Ja, dus ik ben helemaal omgeturnd, dus naar links. Dus het schrijven, het eten, het drinken, het aankleden, wassen, alles links, ja. Hoe lang heeft dat ongeveer geduurd dan? Heel lang in ieder geval. Ik denk, voordat ik zo weet, was het denk alles zelf kon doen, anderhalf jaar. Dan gaat die ook uit. Die ik echt niet meer kan. Ja? Ja, ik was de heer de preparateur, hè. Dus een preparateur, dus het opzetten van vogels en dieren in het museum. Ja. Dat gaat echt niet meer. Dat, kijk, heel fijn werk. Ja, ik kan wel iets met een pincetje, maar kijk, uiteindelijk als ik zeg van ja, dat is nou het fijne, dan moet je dus nou zonder pincet doen met. Dat kan. Ja. Nee. Over het algemeen, wat ik echt niet kan, dat raak ik gewoon in. Dus dat, ja. Dan help ik mijn vrouw of mijn dochter die thuis is, of mijn zoon als hij thuis komt. Maar niet of wie er in de buurt is. Nee, maar verder. Ach, ik durf rustig te zeggen, nog wel lang. Oké. Ja, ik ga het gewoon binnen, dus dan. Nee, ja, ik film eigenlijk gewoon de hele tijd. Dus de... Echt waar? Ja. En ik heb mijn haar nog geen eens gekamd. Oh, nou, dat snel nog even doen. Nou, zoals je ziet ben ik niet gehandicapt. Nee, dat nee, ik kan niet in mijn vingers hakken. Echt niet. Nou, dat... En als je gehandicapt hebt, ja, dan heb je hier nog zo'n arm hangen. En je gaat zo zitten hakken, dan valt... Komt hij ertussen of dan komt hij eruit, ja, ja. Dan hak je je vingers. Dat is niet zo handig natuurlijk. Ik ben blij dat ik niet ga. Dat was straal. Ik wilde het goudjes hadden. Ik werkte in Australië op een kutterzuiger, een zandzuiger die zand opzuigt door een pijp naar de walspuit om het op te hogen, weet je wel. Ja. En ik was 8
Daar hebben ze sputpalen achter op een zuiger waar ze mee verankeren. Die hijsjes omhoog en er zit een punt onderaan, die laten ze in de grond vallen. En daar draait het schip op zo, met die kutzuiger voorop. Dus ze nemen een hele baan, een halve maan zeg maar. Ja. En dan met die sputpalen, die wisselen ze om, kunnen ze het schip vooruit duwen. Dus dan iedere keer gaat die een klein stukje vooruit, dan zuigt hij weer meer zand. Ja. Wordt het dan dunner met zand opzuigen, dan houden ze weer een stukje. Die hydrauliek voor die sputpaal op te lichten, die was ik aan het smeren. En ik had gezegd dat ik het zou werken, dat ik daar zou werken. Dan legden ze een papier op de knop, die het vallen van die paal regelde. Ja. Dus dan, als ze het wilde drukken, zagen, moesten ze eerst papier en dan wisten ze, oh ja, Rienus is er. Ja. Waren de baas aan boord, mensen aan boord gekomen en de papier is op de grond gevallen. En je weet, mensen zijn robots, dus gewoon het automatisme, hij moet vallen. Tjoeks. Ja. Toen zat ik tussen staaldraad zo dik en zo'n control, zo'n wiel, waar het omheen draaide. Oké. Okay. Die staaldraad, daar zat ik precies tussen. Ik heb het nog zien. We hadden toch vanmorgen flink een mok koffie gedronken. Dat, het, zou het wel lukken voor u om een aardappel te schillen? Of? Ja. Maar dan houdt u hem tussen uw been of zo? Ik snijd kontje en het kopje eraf. Dan zet ik een stompje erop. Op dat ja? Er recht overeind staat. En dan snijd ik zo drie baantjes eraf. Draait hem slag rond, weer drie baantjes. En in een keer of vier rond gaan is die geschild. Oké. Okay. En het lijkt primitief, maar ik schild ze 18 keer zo dun. Man liep op straat. Hij rook ineens lekker vers gezette koffie. Hij dacht, hé. Koffie drinken. Gaat er hier aan een café in, gaat zitten, overkomt. Meneer, wat mag het wezen? Eén kop koffie alstublieft, over. Komt er aan, meneer. Even later komt over. Kijk u eens, meneer, uw kop koffie. De man kijkt en die begint me toch te lachen. Het een brulde van de lach. En dus eindelijk stopt hij, dus vroeg die over. Meneer, waarom lacht u nou zo? Hij zei, wat zou er niet gebeurd zijn als ik 2 kommen koffie gevraagd had. Ik heb hem nog niet helemaal hoor. Huh? Ik heb hem nog niet helemaal. Helemaal? Oh, ik heb hem nog nooit gehad, maar ik vind hem toch leuk. Geen daden, maar woorden. Alleen voor Rien verkalmd uit.